gezien en gezien worden in het verkeer zijn uiteraard van levensbelang. En nu de dagen korter worden en de nachten langer, begeven we ons steeds vaker in de duisternis op de weg. En daarvoor nemen we natuurlijk best enkele goede veiligheidsmaatregelen. Zorg dat je op de fiets altijd goed zichtbaar bent en dat je fiets volledig uitgerust is met de juiste verlichting. Oh, wat goed dat jij geen kindjes bij hebt nu. Ja, tuurlijk. Het is wel laat. Het ligt in het witte. De fiets van de stad. Eens kijken of het in orde is. Wit ligt vooraan. Werkt dat volgens u? Nee. Nee, volgens mij ook niet. Hè? Ja, dat is heel goed. Het mag knipperen. Ja, en een reflector achteraan met het fietsje ook. Oranje reflectoren in de spaken. Ja. Vooraan. Ja, mankeert er eentje, je moet er daar ook twee hebben. Of anders zo'n witte reflecterende strook langs weerszijden van elke band. Hè. Ja. Ga nog eens naar die pedalen kijken. Nou, dat is goed. En wat je nog kan aanraden is een fluohesje, reflecterende strips. Allemaal om je beter zichtbaar te maken. Hè. Je moet de stad feliciteren om je fietsen zo in orde te houden. Hè. Ga ik verder rijden, denkt u nu? Ik zou zeggen nee. Ik zou zeggen, gaat er goed verder. Goed bedoeld. Onder normale rijomstandigheden bedraagt ons gezichtsvermogen in het duister slechts 1/3 van het gezichtsvermogen overdag. Zwakke weggebruikers die heldere kleuren en reflecterend materiaal dragen, vallen stukken beter op. Als je als voetganger donkere kledij draagt, dan ben je voor een aankomende automobilist pas zichtbaar vanaf 20 meter afstand. Draag je heldere kledij, lichte kleuren, dan val je al een stuk beter op. En dan ben je voor een aankomende automobilist zichtbaar vanaf 50 meter afstand. En draag je reflecterend materiaal, dan val je uiteraard nog beter op. Je bent dan al zichtbaar vanaf 150 meter. Dus een goede raad, als je in het duister op pad gaat, draag dan reflecterend fluoriserend materiaal. Reflecterende kledij? Nee, nooit eigenlijk. Ik heb niet reflexkleven. Nee. Dat is zo iets extra dat je moet meenemen en... Ermee draai je dat nooit eigenlijk bij mij. Niemand doet dat waarschijnlijk. Ik zal daar gaan liggen. Ik zou zeggen, kijk, rond u heen, er zijn er niet veel die dat doen. En een klein beetje groepsdruk zit er toch altijd wel wat bij. Met mijn fiets, ja, ik heb onlangs een ongeval gehad, dus sindsdien draag ik dat wel. Ik heb eigenlijk nooit veel met de fiets gereden tot ik nu op kot zit, dus ik heb daar nooit echt aan gedacht. Als ik wil lopen, maar zo hier in Antwerpen gewoon voor korte tijd, nee, echt niet. Het zou misschien wel niet slecht zijn dat ze dat zouden invoeren. Voor op te vallen in het verkeer. Voor zwakke weggebruikers bestaat er een breed gamma aan reflecterende kledij die hun zichtbaarheid in de duisternis moet verbeteren. Wie op de pechstrook belandt, kan maar beter zorgen dat hij goed opvalt. Elk jaar gebeuren er met voetgangers op de pechstrook vreselijke ongevallen. Ik heb pech met mijn auto, dus ik heb mijn auto meteen aan de kant gezet. Ik heb mijn fluo vision aangedaan om in het duister op te vallen. Ik heb dan meteen ook de vier pinkers als ook de gevaarsdriehoek geplaatst om de mensen duidelijk te maken dat ik in plan ben. Goedenavond mevrouw. Goedenavond. Pech. De radio is uitgevallen, de lichten zijn uitgegaan. Het is volledig stilgevallen in feite. Stilgevallen, oké, dat gaan we direct zien. Ja, eerst vooral uw auto zo dicht mogelijk tegen de vangrail zetten, vier pinkers opzetten. Vuurvestje, het verplichte vestje eigenlijk, dragen. Ja, dus de gevaardroep zeker op 100 meter van het voertuig plaatsen. Zeker op de snelweg. Zowel overdag als avonds moet dat gedaan worden. En zo snel mogelijk achter de vangrail gaan staan totdat ze wat toekomen eigenlijk. Samen met de inzittenden. Erik schafte zich 10 jaar geleden zijn eerste lichtfiets aan. Sindsdien trekt hij er meerdere uren per week met de lichtfiets op uit. Lichtfietsen is eigenlijk heel comfortabel, zoals je onderuitgezakt zit als je naar een tv zou kijken. Het voordeel aan de lichtfiets is, van je hebt zelf een heel goed zicht op de weg. Echt een panoramisch beeld, maar het blijft natuurlijk altijd wel uitkijken. Je moet zien dat je voldoende verlicht bent als je s'avonds gaat rijden, dat er een bel op is. Dus dat alles gewoon technisch alles in orde is. Je zet een lichtfietser of je zet een gewone fietser, maar het is moeilijk om de twee fietsen met elkaar te vergelijken. In de brochure van het BVV, Val op veilig, val veilig op, krijg je allerlei tips en tricks om op te vallen in het verkeer. Speel dus op veilig en zorg dat je altijd zichtbaar bent, zowel overdag als 's nachts. Hou het veilig en kijk uit. Dag. Nou.